ben Bianca en welkom bij deze nieuwe extra video. En dit is een video, ik verheug me er al zo ontzettend lang op. Ik heb namelijk een pakketje binnengekregen wat ik met jullie wil gaan unboxen. En dat is dit pakketje. Dit is de Creation of Magical Curiosities box. En het is dat is een hele speciale box. Zoals je hier kan zien, is het een box van Geek Gear. En Geek Gear, ik zal de link hieronder in de beschrijving zetten, is een, eigenlijk is dat een bedrijf wat wel vaker dit soort boxen maakt. En dan niet alleen magical gerelateerd, maar ook voor allerlei andere thema's. En zij doen daar abonnementen mee. Maar deze box is van Cherry Wallace. En wie is Cherry Wallace? Zij is een YouTuber. Ik zal haar kanaal hier ook onder linken. En zij heeft haar eigen box samengesteld. En zij is nou de grootste Harry Potter fan die ik online heb kunnen vinden op YouTube. En geweldig. Ik vind haar video's leuk. Haar unboxings zijn leuk. Zij zelf is een hele leuke meid. En vandaar dat ik deze box heel graag wilde hebben. Natuurlijk ook omdat ik heel erg Harry Potter fan ben. En ook omdat ik haar heel erg leuk vind. Dus ik ga deze box met jullie unboxen nu. En ik moest wel lachen, want ik kreeg hem gisteren eigenlijk al binnen. En gisteren was het licht te slecht, dus kon ik hem niet opnemen. Dus ik moest nog een dag wachten ook. Ai. En als ik hem open doe, zie ik dit. En dit papier. Ah, geweldig. Maar er zit een briefje bij, wat ik eerst even ga bekijken. Dit briefje zit erin. I hope this letter finds you well. And that the owl that delivered it arrived safely. I also hope that this box didn't end up in the wrong hands, as I will likely get into trouble for exposing our kind of them to the muggle world. If you're reading this, I want to say a big thank you for all of your support with the creation of Magical Curiosities. Always, Cherry. P.S. By the way, the bird bites. Ouch. Ja, en deze video is ook echt alleen maar leuk, denk ik, als je ook een Harry Potter fan bent. Dus ben je dit niet, mag je blijven kijken. Altijd heel erg welkom. Maar weet ik niet of je het heel erg leuk gaat vinden. Want net zoals dit is dan ook weer een grapje die je alleen maar snapt als je Harry Potter kent. En nogmaals jongens, dit papier. Ik vind het echt geweldig. En dat papier kan er dus uit. En dan hebben we goodies. En ik vind het altijd wel grappig, want zij noemt dit Wiggly Worms. Deze houtsnippers, wat zijn het? En ze heeft er zelfs Golden Wiggly Worms in gedaan. Oh, geweldig. Ik vind het helemaal leuk. En nou, ik vind dit een leuk pakje om mee te beginnen. Memory Vial. Wauw. En dan staat hier, this exquisitely craft vial bottle will hold your closest memories for many years to come. Wauw, het is een toverdrank. Wat ik sowieso heel gaaf vind. Want dat had ik nog niet in mijn collectie. En het is een herinneringstoverdrank, zodat je mooiste herinneringen bewaard blijven. En ik ga even kijken hoe dit werkt, want het is een... Oh, wauw. Het is dus een mooi, prachtig mooi flesje. En dat flesje kan open. En daar kan je dus je mooiste met je toverstok. Ik ga hem er even bij pakken. Dit is mijn toverstok. En dat is de replica van de toverstok van Hermelien. Niet zozeer omdat ik Hermelien
dat ik de grootste fan ben van Hermelien. Want ik ben groot fan van Luna Leeflang. Maar de toverstok, ik heb deze gekocht tijdens de Harry Potter Exhibition. En toen was de toverstok van Luna Leeflang niet los te koop. Die moest je in een set kopen. En dat wilde ik toen niet. Ik wilde een losse toverstok kopen. Dus heb ik deze genomen. Dus nu kun je dus, dat is het idee daarachter, dit flesje pakken. Dan zet je je toverstok aan je slaap. Dan trek je je herinneringen los en die stop je in het flesje. En dan kan je hem dus daarna met deze stickertjes versieren. Dus dat ga ik ook zeker nog doen. En het resultaat daarvan kun je terugvinden op mijn Instagram. Ik heet daar ook Hoi, ik ben Bianca. Dus als ik dat gedaan heb, het is ook echt mooi van glas, het is mooi van kwaliteit. Als ik dat gedaan heb, zal ik hem ook daar delen. Dan kunnen jullie zien hoe mijn herinneringflesje eruit ziet. Volgende pakketje. Deze springt bij mij gigantisch in het oog. Ik ben een beetje bang dat het daarmee het mooiste pakketje te pakken heb, maar goed, ik ga hem toch doen. En voor de echte Harry Potter kenners onder ons, die herkennen dit pakketje. Ik denk dat het iets met de Philosopher's Stone te maken heeft, of de Steen der Wijze in het Nederlands. En zelfs in de latere versies, Engelse versies, heette het de Sorcerer's Stone. Ik weet ook niet waarom. Maar dat zat in de zak van Hagrid, in zo'nzelfde pakketje. Dus ik ga gewoon het openmaken. Touwtje eraf. En het papier eraf. Ja hoor. Hij is het, jongens. Mijn eigen Steen der Wijze. Nu kan ik tot oneindig oud worden als ik dat zou willen. Maar ik weet nog niet of ik dat wil. En ze had al gezegd, er zitten, als het goed is, 7 pakketjes in. En er zijn natuurlijk 7 boeken. Dus misschien heeft ieder ding wel met ieder boek te maken. Oh, Herbology. In het Nederlands kruidenkunde. Dat is een les die zij altijd volgen. Oh, zou die het zijn? Ja hoor. De Nimbus Mimbletonia of zoiets. Kijk nou. Oh, wauw. Heel tof. Heel erg gaaf. Het wordt een mooie collectie. Gaan we even verder. Ik heb hier een spannende envelop waar niks op staat, maar wel waar op de achterkant een zegel staat. Dus die zegel ga ik nu verbreken. En wat halen we er dan uit? Oh, geweldig. Dit zijn een paar pagina's uit het Advanced Potion Making boek van de Halfbloedprins. Het boek wat Harry per toeval in handen krijgt. En waar hij heel veel progressie maakt bij toverdranken. Heel tof. De achterkant ziet er zo uit. Echt heel gaaf. Ik ga het straks allemaal weer in elkaar zetten. Pak ik de doos er weer even bij. En dan hebben we hier. Oh wauw. Ook weer zo gaaf. En dat ken ik van haar unboxings. Er zit ook altijd een mooie thee bij in het thema. En dit is Time Turning Tea. Ah,
Geweldig. Het is witte thee met kokoschips, blackberry leaves, rozenblaadjes, cornflower petals, marigold petals en sunflower petals. Dus het zijn allemaal bloemblaadjes met kokos. Nou is dat niet per se mijn favoriete smaak. Ik hou niet zo van kokos, maar deze ga ik natuurlijk ook gewoon niet openmaken. Die komt in mijn kast erbij. En die is voor het verzamelen. Goed, volgens mij beginnen we een beetje... Oh nee, wacht. Hier nog veel meer, joh. Geweldig. Dit is een pin met flesjes drank. Even zo, want anders focust die de hele tijd op mijn hoofd. Ja. En deze flesjes die zijn van het bal uit boek 4. Het bal wat hoort bij het toverschooltoernooi. En dat was ook inderdaad, kijk nou, die pompoentjes... Als dop en die snowflakes erop. Geweldig. Hele mooie pin. Echt heel tof. En ik denk dat we dan er doorheen zijn. Nee, natuurlijk niet. Oh, het beste zit onderin. Oh, wacht even, ik kan er niet bij. Maar oh, geweldig. Er zit namelijk ook altijd een print in de box. En dit is het laatste cadeautje wat erin zit. En die heeft ze zelf getekend. Kijk nou, een mandragora. Oh, wat ben ik hier verschrikkelijk blij mee. Oh, die gaat ingelijst worden. Geweldig. Heel tof. En volgens mij zijn we daarmee wel aan het einde gekomen van de video. En dan hebben we hier altijd de spieklijst. Waarop staat wat er allemaal in zit. De Philosopher's Stone. Mandrake or artwork. Mandrake is inderdaad... De Engelse benaming voor de mandragora. Time turning tea hebben we gezien. De U-ball pin. Nou, dat klopt. Dat is die. De Mimbulus mimbletonia, zo heet die. Dat is die cactusachtige plant. De memory vial zit erin. En dan mis ik er één. Draft of Swing Dead Potion Recipe. Oh! Of course. Lieve schatten, dat had ik nog niet eens zo opgemerkt. Ik dacht dat het gewoon een pagina was uit het boek. Wat ik Advanced Potion Making. Maar het is een... Het is niet zomaar een paar pagina's. Het is het recept van The Living Dead. Dus hoe je de toverdrank maakt voor de levende doden. En dat komt inderdaad ook uit jaar 6. Want ze heeft, en dat is dus heel leuk. Ze heeft van ieder jaar heeft ze een item gekozen wat ze zelf tof vond uit dat boek / die film. En daarvan heeft ze zeg maar iets gemaakt en dat heeft ze in de box gedaan. Heel erg gaaf. So, Cherry, this is for you personally. I hope you'll see this video. I don't think you see this video. But if you see this video, thank you very much for this beautiful box. I enjoyed it very much to unbox it, and I hope you will make more of this, so thank you very much. Jongens,
er is hiermee ook een eind gekomen aan deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, doe je duim omhoog. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie je dan weer in een volgende video. Doei doei!